En Kwasibita heeft altijd sterke medicinale voordelen gehad. In de koloniale tijd werd het gebruikt om mensen te genezen van malaria. Aan het woord was professor Dennis Mans gisteren tijdens de lezing Gebruik van medicinale planten onder de Samaka. Medicinale planten zijn op verschillende manieren naar Suriname gebracht. Van de planten die zelf in Suriname te vinden waren, hebben de inheemsen de kennis overgedragen aan bijvoorbeeld de Marons. De tweede bron van traditionele kennis is lokale informatie. Dat wil zeggen dat degenen die aankwamen, kennis kregen, informatie kregen van mensen die er hier al waren. De eerste die hier waren, waren de inheemsen. En de inheemsen hebben bijvoorbeeld ons, wij, moderne aanhalingstekens, laatkomers, geleerd dat Kwasibita goed is tegen koorts en andere verschijnselen van malaria. Even een korte, als ik even een seconde extra mag. Het is een mooi verhaal. We kennen allemaal natuurlijk het verhaal van de vrijgekochte slaaf Kwasi. Ja? Kwasi heeft furore gemaakt. Ik heb allerlei dingen over hem gelezen hoor. Dus sommige dingen zijn niet leuk. Maar één ding waarmee hij furore heeft gemaakt. Kwasi is degene geweest die toen de tijd in de 17e eeuw in Nederland mensen van het koningshuis van malaria af heeft geholpen. Er zijn verschillende manieren hoe mensen zijn gekomen aan de traditionele kennis van medicinale planten. Een van deze bronnen is volgens Mans het uitproberen. Dit heeft ertoe geleid dat mensen osodresi gingen maken, meent de professor. De derde bron van traditionele kennis is het uitproberen. Wat ik al zei, trial and error. Je ziet iets, je denkt, nou ik denk dat het zo zijn, het mooie vrucht. Het ziet er aantrekkelijk uit, mooie kleur. Of het lijkt op iets wat medicinaal zou kunnen zijn. Dus ik ga het proberen. En het is in sommige gevallen heeft het geholpen, in andere gevallen niet. In dit geval bijvoorbeeld, toch, het donker. Je hebt die donker met meer wit, dat ga je laten. Maar die donker, dat een beetje meer groen heeft, dat lijkt op tijdenblad. Dus mensen dachten van, nou maar dat proberen, nou dat is er niet goed bevallen. Toch? Er zijn ook anderen geweest dat die positief hebben uitgepakt. En waar men dus dan bijvoorbeeld het gebruik van nikkel, toen men merkte van nikkel moet je niet gaan eten. Bioloog Mans wijst erop dat de mens haar kennis van medicinale planten op verschillende manieren heeft opgedaan. Tijdens het onderzoek is er ook gekeken naar de planten die dieren eten wanneer zij ziek zijn.